FC Twente spelend in de zwarte shirts, rode broeken en rode kousen. In dit geval groene schoenen van Rafik Zegnini. De Noorse buitenspeler, smaakmaker in de laatste wedstrijd voor de winterstop, is fit genoeg om te starten. Dat betekent dus onder andere dat Espinoza weer op 10 speelt. Middenveld bestaande uit Smit en Brama. En hier dus Espinoza met de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Spaanse middenvelder. Achterin weer een basisplek voor Christian González. Opvallend. Sandro Schenk dus weer naar de bank verwezen. En hier de eerste mogelijkheid voor MVV met Joeri Schrooien. De uitspeler van Go Ahead Eagles. Slordige opbouw bij MVV. Overname van FC Twente met Espinoza. Naar de zijkant. Zegnini. Veel dreiging vanaf de vleugels bij FC Twente. Met de bal nu richting Ricardinho. Maar de ervaren verdediger mist precisie in zijn poging. En moet hier in de achtervolging bij Aboubakar. MVV iets minder in de eerste helft, maar zeker niet minder gevaarlijk. Want hier is opnieuw Joeri Schrooien. MVV Twente voor het eerst sinds 1999 weer tegenover elkaar in Maastricht in competitieverband. Toen won Twente met 2-0 door treffers van Jan Vennegoor-Wesselink en Andy van der Meijden. Maar hier is MVV er vandoor. Met Schrooien. En dit is dan de 1-0 van Aboubakar. Maar daar ook het fluitsignaal van Kevin Blom. Buitenspel. Zeer twijfelachtig hoor. Want het linkerbeen van Peet Bijen lijkt toch op gelijke hoogte met die van Schrooien. Twente komt dus goed weg in de 27e minuut van de wedstrijd. De bezoekers uit Enschede herpakken zich daarna. Met hier goed doorgaan van Ricardinho. Op Oosterwijk. En een goede redding van Luc Koopmans. De doelman van MVV. Goed naar de grond gekopt door Oosterwijk. Die dus weer de voorkeur krijgt boven Tom Boeren. Nog altijd de clubtopscorer. Maar hij moet voorlopig wel vanaf de bank toekijken. Mogelijk dat hij nog gaat vertrekken deze winterperiode. Veel ruimte voor Twente met Espinoza. Die de bal steekt op Zegnini. En dan is het heel curieus 0-1. Hij heeft er geen weet van, maar Rafik Zegnini scoort wederom. Zijn vierde treffer van het seizoen. Martina doet eigenlijk alles goed. Glijdt de bal naar de zijkant, zoals je leert in de F'jes. Maar hij schiet de bal tegen Zegnini op. 0-1 op een heerlijk moment, dus vlak voor de T. In de slotfase nog één keer Twente. Zegnini legt de bal verkeerd af, maar daar is dan alsnog Wout Brama. Zo, die is binnen. Wout Brama, niet fit genoeg eigenlijk om te starten, maar in de warming-up gaf hij het signaal dat hij toch wilde spelen. En maar goed ook. Zelden vertoond. Zo'n mooie treffer van Wout Brama met de wreef. En als Wout scoort, wint Twente altijd. Tweede helft. Zegnini. Een aantal keren weer zeer gevaarlijk. En een plaag voor de ploeg van Ron Elsen. Hoekschop Twente. En daar is het bijna 0-3. Peet Bijen. Al goed voor 4 treffers dit seizoen. En hier dichtbij zijn 5e. Op de lat. Koopmans aan de grond genageld. Dan gaat Poes iets wisselen. Onder meer Wout Brama en Espinoza gaan naar de kant. En dan is Twente toch wel de grip kwijt. Poging van Holtby, de debutant bij MVV. Raar schot. Goed gepakt door Joël Drommel. Een van de uitblinkers bij Twente. Want hier is hij opnieuw, de doelman. Van den Hurk gaat naar de grond, maar Joël Drommel speelt de bal. Attent gekiept door de doelman van FC Twente. Maar MVV dringt aan met opnieuw Holtby. Dan kan Nacho overnemen. Maar Twente komt er maar moeilijk vanaf. Met Zegnini, Ricardinho. Die de bal zo blind inlevert. Waardoor MVV gevaarlijk kan worden. En opnieuw een glansparade van Joël Drommel. Heerlijke redding van de goalie van FC Twente. Na die fout dus van Ricardinho. Twente geeft dan veel kansen weg. En laat het ook lopen op het middenveld. Tim Hulsje, matige invalbeurt van hem. Is het hier Van den Hurk. Van den Hurk
maar zijn poging gaat naast het doel. Eerder dit jaar was hij nog de matchwinner in het duel in de Grolsvesten met 0-1. Maar dit keer is Twente MVV de baas. In Maastricht wint de ploeg van Marina Pušić met 2-0.